ik met buitengewoon heel veel plezier uitreiken. Ja, we hebben daar vanochtend al even over gesproken met een sidekick. Ik weet niet voor mensen of je zegt wat dat is, maar dat is iemand die naast een DJ dingen probeert aan te reiken. En toen ik onderweg ging in de auto hier naar Hardenberg toe, toen hoorde ik dat Jelte, de sidekick, onderweg was naar Groningen. Om daar vanuit het café Paleis Soestdijk een reportage te maken. Toen dacht ik, dat is toch raar, want ik heb ook een afspraak met die beste man. Alleen hier in het theater, in de Voorvechter. Het is wel heel bijzonder en ik vind het geweldig, Edwin, dat je in ons midden bent om te zien hoe die koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Nou, je hebt nu 7 voorbeelden gehad. Het is ook heel mooi dat jouw moeder erbij is en dat de rest van de familie ook aanwezig is. En ik zou je willen vragen om, als je dat durft, zeg maar, om naar voren te komen op het podium. Ja. Sinds het jaar 2000 is jouw even staat op te horen bij Radio 538. En daarmee is het de langst lopende ochtendshow. En anno 2018 is Even staat op het best beluisterde ochtendprogramma op de Nederlandse radio. Iedere maandag tot en met vrijdag ben je vroeg uit de veren, heel vroeg, vanuit Hardenberg op weg naar Hilversum om Nederland wakker te laten worden met jouw fantastische stemgeluid en je mooie muziek. En ik heb eerder al gezegd voor een interview dat als je goed kijkt naar de auto's die je tegenkomt en je ziet mensen met een brede glimlach achter het stuur zitten, dan weet je zeker dat ze luisteren naar Radio 538. Het is vrolijk, het is plezierig en je wordt er blij van. Goed begin van de dag. Je wordt omschreven als eerlijk, nuchter en goed lachen. Ook in je programma wordt zoals gezegd heel veel gelachen. Je bent een uitstekende imitator van onder andere Prins Bernhard in het verleden, de broertjes De Boer en Johan Cruijff, wat tot heel veel hilarische radiofragmenten heeft geleid. Maar er is ook aandacht voor serieuzere zaken. En dat maakt het zo bijzonder, zoals bijvoorbeeld UNICEF of de Ronald McDonald Kinderfonds. Je verweeft hierbij vrijwillige activiteiten als het ware met je dagelijkse werk of met je ochtendprogramma. En sinds 2005 ben je ambassadeur van UNICEF Nederland. Je spreekt informatieve films voor kinderen in, maar je leent je stem ook aan fondsenwervende campagnes. En tijdens Even staan op vraag je aandacht voor het werk van UNICEF en steun bij je luisteraars. En zo maakte je in 2006 voor UNICEF een reis naar Jamaica om aandacht te vragen voor kinderen die lijden aan de gevolgen van HIV en AIDS. En ook bij het Ronald McDonald Kinderfonds bied je je steun aan. En tijdens het 15-jarige jubileum bij 538 riep je al je luisteraars op om geld te doneren en met dat ingezamelde geld kon een prachtige boomhut te worden gebouwd. 2 jaar later heb je de Even staat op run georganiseerd en met opbrengst daarvan konden extra kamers bij het kinderfondshuis in Groningen worden gebouwd. Ja, en dat Hardenberg landelijk op de kaart staat, ja, dat is, moet ik als burgemeester toch toegeven, toch grotendeels te danken aan jou. En daar zijn wij als inwoners van de gemeente Hardenberg ontzettend trots op. En in je radioshow komt naast Hardenberg natuurlijk die voetbalclub HSC Hardenberg veelvuldig aan bod. En ook hierin is weer een link met jouw vrijwillige activiteiten, die overigens altijd weer een mix zijn van radio maken, maatschappelijk engagement en liefhebberij. Jouw naam opent nu eenmaal deuren die voor anderen gesloten blijven. En je gaat daar heel prudent, maar altijd heel zeker mee om. Sinds 2002 adviseer je het bestuur van HSC Hardenberg achter de schermen bij het uitdenken, vormgeven van sponsoracties. We hebben nu toch een aantal dingen bekend, beste mensen. Dat wisten wij vanuit het gemeentebestuur natuurlijk al lang. Maar onder andere het bouw van de staartribune, vak Q genoemd, de uitbreiding van de businessruimte, het realiseren van een traplift en vele andere voorzieningen. Je hebt het samen met anderen voor elkaar gekregen. En er staat een geweldige club. Je componeerde het clublied van AOC. En je bent bij iedere thuiswedstrijd en de meeste uitwedstrijden van de partij te vinden. En je bent eigenlijk altijd aanwezig bij de businessclub als gesprekspartner voor scheidsrechter, bestuur, de tegenstanders, de businessclubleden, de sponsoren.
Iedereen die naar Hardenberg komt, heeft ook de gelegenheid om jou te ontmoeten. Je draagt overigens niet alleen die voetbalsport een warm hart toe. Sinds 2020 reis je ook mee met de Olympische sporters. Als officieus aanvoerder van Team Oranje. En verzorg je op locatie de uitzendingen van Even staat op. En daar genieten ontzettend veel Nederlanders altijd van. Edwin, wat jou kenmerkt en wat heel mooi is en wat ook iets zegt over, vind ik, heel veel mensen die uit deze omgeving komen. Je brandt nooit iemand af. Personen die je interviewt, laat je altijd in hun waarde. En ik herinner mij nog heel goed een van die mooie Olympische uitzendingen, waarin je dat ook heel mooi laat zien. En we gaan geen namen noemen, beste mensen. Maar we hebben natuurlijk een geweldig lief mens in die uitzending gehad, die toch even wat problematisch overkwam. Maar je deed het op een geweldig mooie manier, door dat interview zo netjes mogelijk af te ronden. En dit radiofragment is denk ik wel een van de meest aangevraagde video's geworden om terug te kijken. Maar als het kan, zeg jij ook altijd, houd je dat tegen en vind je ook niet noodzakelijkerwijs dat dat uitgezonden moet worden. Zelf was ik, burgemeester, heel erg onder de indruk van de YouTube-film, waar het moment waarop jij bekend maakte dat je op 31 december van dit jaar gaat stoppen met je uitzending. De verslagenheid bij de Sidekicks, het was onvoorstelbaar om te zien hoe dat insloeg als een bom binnen de studio. En dat zegt wel iets over die enorme vriendschap, volgens mij, die jullie met elkaar hebben. In 2007, beste mensen, werd de gemeente Hardenberg door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgeroepen tot millenniumgemeente. En van 2007 tot 2015 was jij ambassadeur van de Stichting 2015 Hardenberg. Die werd opgericht om bij te dragen aan de 8 millenniumdoelen. Onder andere gezondheid, milieu en onderwijs van de Verenigde Naties. Het is een prachtig project hier geweest vanuit de gemeente Hardenberg. Er werd geld ingezameld voor verschillende projecten, waaronder een weeshuis in Oeganda, waterputtenproject in Niger. De stichting keerde ruim 2 miljoen euro uit aan goede doelenorganisaties. En ook hieraan heb je meer dan je steentje bijgedragen, waarbij je dames bekendheid, maar ook je innemende persoonlijkheid van doorslaggevend belang is geweest. Ja, één ding moeten we ook nog wel even zeggen, Edwin. Het schijnt toch dat je enorme hoogtevrees hebt. Zelfs op de eerste etage van het gebouw krijg je het al Spaanse benauwd, heb ik begrepen. En met een skilift omhoog tijdens een uitzending van Even staat op, vanuit de Alpen, was voor jou dan ook beslist geen pretje. En voor je medepassagiers was het ook meer dan aan te zien, tenzij ze hele goede oordoppen in hebben gehad, want je hebt volgens mij enorm lopen schreeuwen daar in die skilift. Daarom is het wel heel bijzonder dat je de uitnodiging volgens mij van André Kuipers hebt aangenomen. André Kuipers, die ook vanavond hier in dit theater de voorvechter staat, om samen met hem een paraboolvlucht te kunnen doen. Ik heb het gehoord in je uitzending. Heel bijzonder, een vliegtuig die hele steile stijgingen maakt en enorme dalingen veroorzaakt. Ja. Daarom is het ook goed dat we nu de koninklijke onderscheiding hebben. Waarin je in september naar Frankrijk gaat om dat samen met een aantal luisteraars, volgens mij, van 538 mee te gaan maken. En daarmee ook een toestand van gewichtloosheid te creëren. Iets wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Dus ook dat stond nog op je lijstje. En ook wel weer, zeg ik dat toch maar als trotse burgemeester, een staaltje van gewoon doen. Edwin, jij laat geen onderwerp uit de weg tijdens je radioshow. Of je nu in gesprek was met een vriend van de show, Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Marianne Thieme of Thierry Baudet, tijdens de verkiezingen van de afgelopen periode. Jij wist altijd zowel als gast als het luisterend publiek te vriend te houden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend in de politiek en bij politieke thema's. En ook al ging het er in sommige gesprekken best heel pittig aan toe, van jou accepteerden ze dat vanwege jouw innemende persoonlijkheid, wat ik net al zei. En aan het eind van dit jaar stop je, na 21 jaar, met je ochtendshow op Radio 538. En wordt Nederland niet meer wakker met Even staat op. Dat zal voor heel veel mensen een enorm groot gemis zijn. En ik ben benieuwd waar we de lach in 2019 vandaan moeten halen, 's ochtends in de auto. Maar wie weet komt dat wel weer goed. Jij bent voor je verdiensten als radiomaker en presentator bekroond met maar liefst 3 Marconi Awards. Je kreeg in 2006 de Gouden Radioring, die dat jaar voor het eerst werd uitgereikt. In 2014 ontving je de Marconi Oeuvre Award uit handen van André van Duin. En eerder dit jaar
ontving je de gouden harp van Buma Stemma voor jouw verdiensten voor de Nederlandse popmuziek. En vandaag komt daar opnieuw een blijk van waardering bij. Een blijk van waardering vanuit de samenleving. Vanuit die hele samenleving die geniet elke dag weer van wat jij maakt en wat jij doet. En ik mag jou vertellen dat gezien de uitstraling en de intensiteit van jouw verdiensten voor de samenleving, het zijn majesteit de koning heeft behaagd jou te bloemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat. Hier staan, als je iets verschuin wilt staan, zo, ja, dan wil ik naar de familie toe, de moeder. Dan gaan we. Ja, beste mensen, daar zitten 7 gedecoreerden. Mevrouw Raamaker zit lekker in haar stoel op de eerste rij. 8 mensen, 8 fantastische mensen uit onze gemeente Hardenberg, die we vandaag onderscheiden voor hun enorme verdiensten die zij hebben gedaan voor de samenleving. Ze hebben heel veel voor anderen betekend en anderen hebben aangegeven dat te willen waarderen en namens de koning. Is het mij een voorrecht geweest om hun die koninklijke onderscheiding uit te reiken. Ik wil hun dat graag vergezeld doen van een mooie bos bloemen. Dat hoort daarbij. Inderdaad, dat hoort erbij. Mooie bos bloemen die komen nu naar voren. En ik zou willen vragen, wij willen heel graag een fotomoment maken met de 8 gedecoreerden. Als u dan nog even wilt blijven zitten, u zult je worden vermaakt met pianomuziek, dan gaan wij foto's maken. En dan komen we weer terug in deze zaal. En dan kunt u naast uw geliefde ook van harte feliciteren met deze onderscheiding. Maar nog eenmaal een fantastisch applaus. Feliciteren, dat doen we in de foyer. Maar als u nu nog even wilt blijven zitten tijdens het fotomoment, dan heel graag. Dan kunt u nog genieten van het pianospel wat zo meteen nog even weer wordt gegeven. Ja.